Dus welkom allemaal bij de negende Geest uit de Fles generatiepolitiek. Bij de Geest uit de Fles vragen we jullie na te denken over de volgende vraag. Hoe kunnen wij, de huidige generaties, de toekomst vormgeven voor de ongeboren generaties van morgen? Bij deze Geest uit de Fles generatiepolitiek is Elias Marseille onze spreker. Elias Marseille was tot oktober 2020 de jongste Nederlandse fractievoorzitter. Namens GroenLinks Texel betoogt hij dat als het over jongeren gaat, jongeren moeten meepraten. Zo zegt hij dat als het over klimaat gaat, er vaak voor onze kinderen en voor hun kleinkinderen wordt betoogd. Maar dat zeggen ze nu al tientallen jaren. En hier ben ik. Waar blijven de resultaten? Nou, bij deze, the floor is all yours. Just take it away. Nou, dankjewel Daan. Ik zal even mijn PowerPoint erbij pakken. Dan kunnen we aan de slag. Nou, dit ben ik met mijn opa. Dat valt helaas mee. Dit is, toen ik verkozen werd, was dit het oudste gemeenteraadslid van Nederland. En toen ik verkozen werd, was ik dus het jongste. Dus in Nederland gingen wij voorop op Texel. Mijn naam is dus Elias Marseille. En ik ben 21 jaar oud. En toen ik 18 was, toen werd ik verkozen in de gemeenteraad van Texel. Ik kan me voorstellen dat je denkt van, nou, dat is best bijzonder. Dat hoor je niet heel vaak. Hoe kwam je daar dan terecht? Nou, en dat begon een beetje zo. Dit ben ik, toen ik denk ik 15 was of zo. En toen hield ik me ook al een beetje bezig met hoe de wereld in elkaar zat. Dat is denk ik de gemene deler. En dit is bijvoorbeeld bij het LAX. Dus het LAX, dat is een beetje de scholierenvakbond van Nederland. Die vertegenwoordigen in principe 1 miljoen scholieren. En ik denk dat daar 100 daarvan of zo zijn dan actief bij het LAX. En die vergaderen dan met elkaar over wat er dan beter zou moeten, bijvoorbeeld aan het onderwijs. Dat soort dingen vond ik altijd wel heel, heel interessant. En ik was bijvoorbeeld op de middelbare school, was ik ook altijd heel, heel fanatiek bezig met dingen zoals de schoolkrant en de leerlingenraad en dat soort dingen. En dat vond ik altijd heel leuk. En op een gegeven moment, toen maakte ik ook mijn profielwerkstuk. Ik weet niet of jullie dat ook wel eens hebben moeten doen, maar wij moesten bij ons op school, ik denk in 5 HAVO was dat voor mij de eerste keer, moest je dan een profielwerkstuk maken. Dus moest je eigenlijk een onderzoek doen. En mijn onderzoek ging over de vraag, hebben de media eigenlijk een beetje een toekomst? En toen zei de lokale krant je mag ons daar ook wel over interviewen, et cetera. En toen werd ik bijvoorbeeld ook columnist daar. Dus dat waren zo'n beetje zo de dingen die ik daar deed op het eiland. Ik was ook al wel 1 keer in de gemeenteraad geweest. Dat was namelijk bij de fusie van mijn school. Dit is een screenshot trouwens uit mijn campagnefilmpje later. Dus hier was ik denk ik ook 15 of 14 of zo. En toen ik dus mezelf verkiesbaar had gesteld, toen heb ik dit fragment ook weer gebruikt in mijn filmpje. Nadat het bleek dat de microfoon aan was, toen heb ik ook die avond het gehad over de aanstaande fusie van mijn school. Op Texel hebben we 1 middelbare school en die heet OSG de Hoge Berg. Nou, de Hoge Berg, dat is eigenlijk een heuvel van 100 meter, maar op een eiland is dat al heel wat. Die zou gaan fuseren met een school in Den Helder. Den Helder is de plaats waar je vertrekt met de veerboot naar Texel. En daar was ik toen tegen. En wat wilde nou het toeval? Dat de gemeente, die was eigenlijk de baas van onze school. In Nederland is dat heel uniek. De meeste scholen zijn gewoon zelfstandig. Maar op Texel, omdat de school zo klein werd, omdat er steeds minder kinderen kwamen, en ook de onderwijskwaliteit helaas steeds slechter werd, had onze gemeente heel veel geld in de school gepompt. En was bijvoorbeeld de burgemeester in die tijd, was toen de voorzitter van onze school. Dat is natuurlijk een heel unieke situatie. Dus als je dan vindt dat bijvoorbeeld die fusie niet moet doorgaan, dan moet je inspreken bij de gemeenteraad. En dat was dus de eerste keer ook dat ik daar was. Nou, ik kreeg uiteindelijk nog mijn zin ook. De hele fusie is uiteindelijk afgeblazen. Ik denk niet dat dat aan mijn inspirerende
voorbeeld lag dat ik vertelde dat, dat kinderen van Den Helder waren altijd zo gemeen tijdens voetballen. En nou, dat ging dus ook helemaal niet goed als we dan in één gebouw samen moesten zitten. Maar dat was ook, daar zat ik wel gedacht achter, de cultuurverschillen waren uiteindelijk te groot tussen Texel en Den Helder. Bij de school in Den Helder bleken ja, de financiële boeken ook niet helemaal te kloppen. Dus toen is die fusie niet doorgegaan. Maar dat was dus mijn eerste actie op het politieke toneel, om het zo maar te zeggen. Nou ja, en die Texelse Courant, zoals ik al zei, die had dat op een gegeven moment door. Van nou, deze jongen die maakt niet zo gek uit waar het over gaat, maar hij heeft er wel een mening over. Dus die dacht, nou, word maar columnist. Nou, toen werd ik daar dus columnist voor. En toen kreeg ik het op een gegeven moment voor elkaar dat de gemeenteraad dan begon met eigenlijk een kleine discussie over wat ik die week dan had geschreven in de krant. Dus op een gegeven moment ging het bijvoorbeeld over dat Texel 2010, nou je raadt al in welk jaar die werden opgericht, die wilde dan een Nederlandse vlag in de gemeenteraad ophangen. Toen heb ik een kont geschreven met een lijstje van alle dingen die ik nuttiger vond, waar ze zich bezig mee konden houden dan dat. Nou, je kan je voorstellen dat dat niet heel goed viel meteen. In die tijd was ik al, ook eventjes al een paar keer op bezoek geweest bij GroenLinks en ook al wel actief daarvoor geworden. En dat zorgde wel voor dat de hoofdredacteur toch even excuses moest aanbieden. En ze vroegen toen ook vriendelijk of ik mijn volgende column dan over iets niet politieks wilde doen. Dus dat heb ik toen keurig gedaan. Nou ja, maar op een gegeven moment dan loop je dus wel in het oog, ook bij de politieke partijen. En toen zei de toenmalig fractievoorzitter, Jaap Vlaming, dat is trouwens echt een oer-GroenLinkser. Als je Texel oprijdt, de eerste schapen die je ziet, die zijn van Jaap. En Jaap heeft ook een hele grote witte baard draagt ook daadwerkelijk geitenwolle sokken. Dus het is echt hoe stereotypachtiger wil je het hebben? Nou, hij was dus van GroenLinks en hij vroeg, hey Elias, wil je niet eens een paar keer bij mij meekijken hoe dat gaat in de gemeenteraad en misschien eens wat meepraten? Nou, en dat wilde ik wel en van het een kwam het ander. Toen heb ik me ook verkiesbaar gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ik was toen ook de nummer 2 en dat is denk ik ook wel een mooi voorbeeld van hoeveel kansen er, denk ik, liggen in de lokale politiek. Want, afgezien van het feit dat ik natuurlijk super competent ben en heel talentvol, was natuurlijk ook gewoon het feit dat in de lokale politiek er gewoon niet heel veel mensen zijn die daar in willen. En al helemaal niet heel veel jonge mensen. Dus die twee voordelen had ik al. En daardoor kun je dan bijvoorbeeld op nummer 2 komen bij een lokale partij. En dat is natuurlijk wel mooi, want er zijn, denk ik, in de samenleving niet heel veel plekken waar jongeren eigenlijk boven stagiaire niveau kunnen instappen. En als jij in de gemeenteraad zit, dan zit je boven stagiaire niveau. Dan gaat het, weet je, dan ben je gewoon een van de mensen die stemt over alles wat er gebeurt in de gemeente. Dus dat is denk ik wel, wel heel bijzonder. Ik had ook één keer dat ik de gemeenteraadzaal, want ik werd toen uiteindelijk dus ook verkozen, toen een van de eerste vergaderingen liep ik de gemeenteraadzaal in en ik gaf altijd alle toeschouwers een hand. Dat waren er altijd 10 of zo. Dan zei ik, hallo, ik ben Elias, et cetera. En de meeste mensen kenden mij wel, maar er was één man en die zei, wie ben jij dan, de stagiair of zo? En toen zei ik, ik ben dus eigenlijk de fractievoorzitter van GroenLinks. Ik vond het eigenlijk wel mooi. Wat dus wel grappig was, want dat zag ik dus ook pas weer terug toen ik de aankondiging hiervan zag, dat was dat ik toen heel hoopvol en strijdlustig in mijn campagnefilmpje zei, er moet naar de burgers worden geluisterd en dingen zoals voor mijn toekomst, uw toekomst, onze toekomst. En ik moet zeggen, er wordt wel goed naar je geluisterd als je in de gemeenteraad zit. Ik heb nooit ondervonden dat mensen mij niet serieus namen omdat ik zo jong was. Als je gewoon je stukken leest en je hebt een goede inbreng, dan denk ik dat mensen altijd bereid zijn om te luisteren en om zelfs overtuigd te worden. Ik vind ook dat jongeren eigenlijk niet in de slachtofferrol moeten binnenkomen. Wat ik heel veel hoor, als het gaat over jongerenparticipatie en dat soort dingen, dan gaat het eigenlijk altijd over dat er niet naar jongeren geluisterd wordt en dat ze het zo zwaar hebben en et cetera, et cetera.
En alhoewel dat denk ik in veel gevallen nog best wel eens kan kloppen, heeft dat eigenlijk niet zoveel zin als uitgangspunt. Want toen ik dus zelf in de gemeenteraad zat en er heel veel insprekers ook langskwamen, dan moest ik dan naar luisteren. Degene waar je naar luistert, dat zijn de mensen die een goed verhaal hebben. En dan maakt het echt niet uit of die nou jong of oud of wit of zwart of zo zijn. Dat maakt allemaal niks uit. Het gaat er gewoon om, heb je een goed verhaal? En weet je waar je het over hebt? En mijn ervaring is dan dat mensen dat respecteren en daarna willen luisteren. En wat wel gewoon waar is, kijk, ik wilde bijvoorbeeld heel veel dingen doen op klimaat. Hè? Dat is natuurlijk, als je aan de gemiddelde jongeren vraagt, nou, wat vind je nou echt belangrijk? Hè? Dan staat er over het algemeen het antwoord klimaat op het vooraf geschreven. Ook bij mij. Maar waar ik heel erg achter kwam, was dat je soms wel gelijk hebt, maar dat het iets anders is om gelijk te krijgen. Dus waar mensen in de politiek niet zo van houden, en dat is wel een heel waardevolle les ook die ik daar heb geleerd, is als je een discussie ingaat en eigenlijk zo erg vindt dat je gelijk hebt, dat je ook daardoor weinig begrip kan tonen voor iemand anders. Want er waren bijvoorbeeld heel veel mensen op Texel die tegen windmolens waren en tegen zonneweides. En dat waren nou net de twee dingen waarmee wij energie-neutraal hadden kunnen worden op Texel. Dat had dit jaar moeten gebeuren, hadden ze in 2006 besloten. 14 jaar later zijn we op 3% aan realisatie van die ambitie. En dat is dus omdat eigenlijk windmolens en zonneweiders gewoon tegen worden gehouden. En wat ik heel erg dus heb geleerd is dat het wel heel belangrijk is dat je dus echt naar anderen luistert. Omdat wat die mensen wilden, waarom waren ze daar nou tegen, was omdat ze het eiland mooi wilden houden. Hè? Heel veel mensen komen op vakantie op Texel omdat er heel veel natuur is en dat het heel mooi is daar. En zij waren heel bang dat al die toeristen, waar dus ook iedereen van leeft en iedereen zijn inkomen van heeft, dat die niet meer zouden komen als er dus een windmolen zou komen. En ik had daar in mijn, ik heb gelijk, want klimaat is zo belangrijk, had ik daar denk ik aan het begin te weinig bij stilgestaan. En ook daardoor te weinig nagedacht, hoe overtuig ik die mensen er nou van dat het toch een goed idee is. Dus, nou ja, dan ga je nadenken. Dit was trouwens bij de beëdiging nog. Het plaatje had eigenlijk andersom gemoeten, maar dat zag er een beetje zo uit. Zoals je ziet, daar zitten dus ongeveer 10, 15 mensen zitten op de publieke tribune. Ik moet zeggen, trouwens, in de gemeenteraad was ik dus wel veruit de jongste. Dus wat je hier aan gemiddelde leeftijd om mij heen ziet, dat is wel hoe het eruit ziet in de gemeenteraad. Want dat is ook wel bijzonder aan gemeenteraadswerk, vind ik. Veel mensen die erin zitten, hebben er ook de tijd voor. Bijvoorbeeld de man die naast mij zit, dat is mijn fractiegenoot, Henry. Henry was net gepensioneerd en net op Texel komen wonen. En die had dus heel veel tijd om daar om daar mee bezig te zijn. En ik had ook heel veel tijd, want ik zat alleen maar op de middelbare school. Weet je wel? Dus op die manier kun je een beetje de dingen doen. Nou ja, ik had toen dus nagedacht over, nou, hoe kan ik dan misschien mensen wel overtuigen? Waar ik uiteindelijk mensen wel voor heb kunnen overtuigen, was zonnepanelen op dak. Nou, en toen hebben we daar ook flink geld in geïnvesteerd. Dit is, ik deed dan ook altijd als ik een succesje boekte, dat ik daar snel een Instagram-filmpje van maakte. Nou, en dan gingen mensen dus virtueel voor me klappen, zoals je ziet in de comments. In totaal is er, toen ik wegging, is daar in totaal onder de streep 3,3 miljoen aan zonnepanelen, verdeeld over verschillende voorstellen, aan besteed. Dus dat is, ja, vind ik persoonlijk een mooi succes. De eerlijkheid gebiedt mij wel om te zeggen dat dus even naar de 100% aan energie neutraal, dat is me niet gelukt. Dit is wat ik in 2 jaar voor elkaar kon krijgen. Dit is wat mij betreft het probleem van jongerenparticipatie, wat je hier ziet. Dit is, ik ben dus in die tijd bij LAX en bij de leerlingenraad en de gemeenteraad en ga ze maar door. Bijvoorbeeld dan nodigden wij burgers uit op het gemeentehuis om te praten over wat we dan konden doen voor jongeren die gedeprimeerd waren. En er kwamen er 50 mensen, hartstikke veel op Texel is dat. En die wilden dan allemaal wel iets vertellen over wat ze dan dachten dat goed was voor de jongeren. En dat eindigde allemaal op zo'n bord. Nou, daar heb je dus helemaal niks aan, is mijn stelling. Als je met elkaar gaat brainstormen en het eindigt allemaal op dit soort velletjes. Dit is, als je iets niet gedaan wil krijgen, hou zo'n sessie. Dat is echt, ik heb nog nooit meegemaakt in de
5-6 jaar dat ik nu op dit soort bijeenkomsten langs loop, dat er hier iets concreets uitkomt wat echt dingen verandert. Mijn visie is dat het dus heel erg helpt om actief te worden in datgene wat je wil veranderen. Hè? Dus als je denkt, het moet anders bij de voetbalclub, ga dan niet naar de avond waar zoiets gebeurt, maar meld je aan voor het bestuur. Als je denkt, ik wil dat mijn school niet fuseert, ga dan inspreken en ga alsjeblieft niet naar de avond. Hoe zou de fusie er het best kunnen uitzien en dat je dan dit soort velletjes vol schrijft? Weet je wel, gewoon bedenk een situatie waarin je iets wil veranderen. Vermijd dit en bemoei je er daadwerkelijk mee. En dat, ja, in alle eerlijkheid, dat kost meer tijd, meer geld, meer energie. Maar dat levert altijd meer op dan zo'n soort sessie. Omdat dit is, met alle respect ook, hoe organisaties gewoon verandering tegenhouden. Iedereen die iets wil, die denkt, ik ga dat op die avond regelen, komt daar binnen, schrijft iets op, loopt dan weer weg. En degene die het moet uitvoeren, ja, dat ben jij dan dus niet. En als je dus aan mij vraagt, nou ja, waar zit de hoop? Hè? Hoe kunnen we nou zoveel mogelijk jonge mensen op jonge leeftijd heel actief krijgen in de politiek? Ik denk dus dat die kans heel erg ligt in de lokale politiek. Omdat ik dus heb gezien dat de inbreng van jongeren daar wel echt gewaardeerd wordt. Ik had ook het geluk, overigens, dat ik dus bij een partij zat en bij mensen zoals Jaap in de fractie, die mij wel ook echt de kans gunde. Maar ik vind dat het over algemeen bij heel veel partijen in de gemeenteraad het feit is. En dat kan het begin zijn van iets heel moois. Namelijk, ik heb hier 4 voorbeelden en 3 van deze mensen, namelijk Tom, Haptamu en Julian, dat zijn alle 3 gemeenteraadsleden. Haptamu is in Zuidwest-Friesland, dat is mijn buren aan de overkant van het IJsselmeer, een van de grootste gemeentes van Nederland. Daar is hij gemeenteraadslid voor de PvdA en hij is denk ik 22. Je hebt Tom de Nooier, dat is linksboven. Hij is voor de SGP in Oldenbroek is hij raadslid. En hij volgde mij trouwens op, fun fact, als jongste raadslid van Nederland. En Julian Bushoff, dat is de jongen rechtsboven, die is de fractievoorzitter van de PvdA in gemeenteraad van Groningen. En rechtsonder zie je een klimaatactivist. Dat is dus iemand die ook met heel veel mensen over straat liep om te protesteren voor tegen klimaatverandering. En zij was ook een van de organisatoren. En zij heette Kovar Boegakliet. En 3 van deze mensen staan heel hoog op lijsten. Dus Kovar is de nummer 9 van GroenLinks en 26 jaar. Julian is denk ik 23 en staat denk ik op nummer 13. En Haptamu, links onderin dus, die is dus op nummer 9 van de PvdA. Dus dit zijn 3 mensen waarvan de kans heel groot is dat ze straks in de Tweede Kamer zitten. En 2 van hun hebben dus nu 3 jaar in de gemeenteraad op zitten. En dat is dus iets wat heel erg gewaardeerd wordt bij partijen. Want dan heb je opeens meer politieke ervaring dan de gemiddelde volwassenen. Weet je wel, dat is echt wel wat waard. En kan dus in mooie dingen resulteren. En waarom ik Tom erbij heb staan, afgezien van het feit dat die jongen nu bij de Telegraaf ook zijn mening mag geven over politiek en zo, dus wat dat betreft, hè, is hij ook echt wel een vaandeldrager voor met name heel veel rechtse jongeren. Inhoudelijk zijn Tom en ik het nog niet heel vaak eens geweest. Toen hij niet op de lijst van de SGP bleek te staan, toen zijn er allemaal leden geweest die hebben een petitie gestart om hem daar wel op te krijgen. Dus het vergroot ook je zichtbaarheid binnen zo'n partij. Dus dat vind ik wel echt mooie voorbeelden van hoe dus de lokale politiek of in het geval van Tom, landelijke exposure en bekendheid kan leiden. Of in het geval van Julian en Haptamu. En ook van Kovar dus. Echt op hoge plaatsen van in dit geval helaas alleen maar linkse partijen. Want dat is dus ook wel een ding. Het moet je wel gegund worden. En wat ik dus wel vind is dat bijvoorbeeld de partij als D66 richt zich heel veel op jongeren. Maar daar zijn dus, jullie hebben volgens mij ook een van die jongens hier gehad. Dat is denk ik de nummer 34 of zo. Die was ook betrokken bij de klimaatstakingen en zo. En die hebben ze dus niet zo hoog gezet. En er is nog een ander meisje
Die staat denk ik op nummer 34. En die staat dus ook niet zo hoog bij D66. Dus bijvoorbeeld die partij, de volgende keer dat die het over jongeren hebben, mogen ze mij uitleggen waarom Haptamu en Kofar wel heel hoog staan en inmiddels Kamerlid zijn. Dus sommige partijen doen het beter dan anderen, maar lokaal is wat mij betreft een goede ingang. En dus concluderend, als je mij vraagt hoe moet dat, begin klein, kruip niet in de slachtofferrol, eis gewoon je plek op, probeer echt naar anderen te luisteren wat die ervan vinden, omdat je dan dus ook uit je eigen bubbel gaat. En dat je op die manier misschien ook nog daadwerkelijk wat dingen voor elkaar kan krijgen. En zie, wat mij betreft, de lokale politiek echt als een opstap naar iets wat nog veel groter kan worden. Nou, dat was mijn verhaal.